Hey, hallo. Dit is de podcast van Ina en Nikki. In deze eerste aflevering hebben we het over het maken van bewuste keuzes. Wat zijn dat en hoe doe je dat? Wil je deze podcast nou liever luisteren via iTunes, Podbean of Stitcher? Het kan allemaal en de linkjes vind je hier beneden. Laat ons vooral ook weten wat je hiervan vindt en misschien wil je jezelf wel meepraten in een volgende aflevering. Mail ons dan naar ina@yourorganization.com of nikki@momcircle.nl. Heel veel luisterplezier. Hoi, dit zijn Nikki en Ina, moeders en onderneemsters. Vanuit onze eigen ervaringen en werk zijn we veel bezig met alles rondom zwangerschap, moederschap en het leven. In deze podcast delen we onze gedachten, tips en vragen met jou. Met een vleugje geitenwolle sok, een lach en een traan. En in deze eerste podcast gaan we het hebben over een van onze stokpaardjes. En het is iets wat ons beiden veel bezighoudt. En dat is het maken van bewuste keuzes. Als zwangere vrouw en ook als jonge ouder maak je soms honderden van die keuzes. En soms blijf je twijfelen of je nou wel het goede doet of niet. Maar wat is nou eigenlijk een bewuste keuze? En waarom vinden wij dat eigenlijk zo belangrijk? Als je voor iets kiest, als je voor optie A kiest, betekent dat eigenlijk altijd dat je optie B tot en met Z laat vallen. En dat is helemaal niet erg en overzichtelijk juist, want je kan verzuipen in een zee aan keuzes. Maar om nou echt een bewuste keuze te maken, vraagt dat mij inziens om een bepaalde mate van aandacht. En die aandacht zit voor mij ook heel erg in het volgen van mijn intuïtie. Maar het onderbuikgevoel, je gut feeling. En keuzes maak ik ook door te sparren met andere vrouwen, met mijn partner. En met mensen die gewoon dicht bij me staan. Hè? Dus meningen die ik waardeer of respecteer. En daarbij komt ook het zoeken naar informatie. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Dat je weet waar je het over hebt. Dat je weet wat de mogelijkheden zijn. Dat je de kennis vergaart. Hoewel ik wel merk dat dat laatste, heel veel informatie hebben, dat ik daar ook heel erg in kan verzuipen. En kun je misschien een voorbeeld geven van waar je onlangs een keuze in hebt gemaakt en waar je veel informatie in hebt verzameld? Ik denk dat het gaat over vaccineren. Het vaccineren van mijn baby toentertijd. Daarin verzoop ik echt in informatie op een gegeven moment. Had ik het gevoel dat ik geen keuze meer kon maken in wel of niet vaccineren, in goed of fout. Omdat er heel veel tegenstrijdige berichten zijn. En uiteindelijk, wat het doorslaggevende is geweest, is dat onderbuikgevoel en de vraag, voelt het goed? Is het goed voor mij? Is het goed voor de wereld? Is het goed voor mijn kind? En op basis daarvan heb ik een keuze gemaakt. En ik denk ook dat als dat een soort van je basis is, dat dat een positieve weerslag heeft op jou en op je kind. Ja. Als je vanuit wat jij denkt dat het goede is. Maar dat betekent wel dat je daarmee in contact moet staan. Dat je weet wat voor jou goed betekent en wat voor jou belangrijk is. Ja, en ook op basis denk ik van wat daar dan onder zit. Van wat vind je belangrijk? Want op basis daarvan maak je denk ik ook keuzes. Ja. Maar wat ik ook mooi vind aan wat je net zegt, is dat het heel erg, zeker als het gaat om dit thema, maar over heel veel andere thema's, is dat we ook vaak het gevoel hebben dat we geen keuze hebben. Ja. Dat het is van, ja, maar zo doen we het toch. Een van de voorbeelden die ik als zwangerschapsyogadocent heel vaak hoor is, ja, ik moet in het ziekenhuis bevallen. En als ik dan even doorvraag van, nou, waarom is dat dan bijvoorbeeld? Dan legt de vrouw uit van, nou, ik slik antidepressiva en dan willen ze bijvoorbeeld de baby observeren. En dan denk ik, ja, dat lijkt me iets toch wat je wilt. Dat is niet iets wat verplicht wordt. Maar alleen al door het anders te benoemen, door te zeggen van ik wil in het ziekenhuis bevallen, geeft een heel ander beeld naar jezelf, maar ook naar de buitenwereld, dan dat je zegt ik moet. Want als je zegt ik wil, dan is het jouw keuze. Jij bepaalt wat je doet. En als je zegt ik moet dit van iemand anders, dan ben jij eigenlijk een soort leidend voorwerp in je eigen leven. Ja. En dat is denk ik ook waarom ik
bewuste keuzes maken zo belangrijk vindt. Dat je zelf ook de regie houdt in je eigen leven en voelt en leert en onderzoekt wat bij jou past. Ja. En dat is ook inderdaad wat jij denk ik ook bedoelt van, ja, je weet nooit 100% zeker of iets de goede keuze is geweest. Exact. En vanuit het idee, ik wil dit, geef je jezelf ook heel veel kracht. Ja. He, is het een bijna empowering daad om een keuze te maken. Maar daarbij komt ook heel veel verantwoordelijkheid. Dus de keuze uit handen geven of meegaan met zoals de rest het doet, dan stel je je verantwoordelijkheid ook uit. Terwijl als je zelf ergens voor gaat staan, dan moet je die verantwoordelijkheid nemen. En ben jij de dader van je keuze en de dader van de consequenties. En niet het slachtoffer. Exact. En ik denk dat dat voor heel veel mensen heel erg spannend is. Een mantra dat altijd door mijn hoofd gaat als ik keuzes maak is: everything is fine, nothing is final. En daarmee bedoel ik dat je terug mag komen op je keuzes. Ja. Niks is definitief. Er is geen gefixeerde waarheid in de keuze die je maakt. Het is het beste, wat jij denkt het beste op dat moment. En voor mij is dat iets wat zeker vrouwen heel erg mogen leren. Dat het oké is. Dat je mag een fout maken, dat is goed. En dat het ook anders mag. Want ik denk ook als het gaat om de combinatie bijvoorbeeld moederschap en werk. En in Nederland zijn we, zoals dat zo mooi wordt genoemd, de koploper in parttime werken. Dat als je niet werkt, dan ben je tussen aanhalingstekens een slechte moeder. En als je 40 uur of zelfs meer werkt, dan ben je ook een slechte moeder. Dus eigenlijk kun je het dan alleen maar goed doen als je 2-3 dagen in de week werkt. Misschien 4. Maar dat zijn allemaal van die denkbeelden in onszelf, maar ook heel erg in de maatschappij om ons heen. Terwijl ik denk, het gaat er veel meer om dat je kijkt, ja, maar wat past nou bij mij? Wat past in mijn leven? En wat vind ik belangrijker? En wat is voor mij van waarde? Wat wil ik ook aan mijn kind geven? En ja, we hebben het er vaker ook over gehad, dat ik zou het me niet kunnen voorstellen dat ik fulltime alleen maar bij mijn dochter ben. Hoe leuk ik er ook vind. Maar ik vind, ze gaat 2 dagen naar de opvang. En dat vind ik zalig. Dat ik mijn eigen dingen kan doen. Dat ik mijn dit soort podcast met jou kan opnemen. En dat ik me kan ontwikkelen. Dat ik andere mensen kan zien, kan spreken, kan helpen. En ik denk dat ik daar ook een veel leuker en rijker mens door word. En dat wil ik ook aan haar laten zien. Dus als ik dan met haar ben 2 dagen in de week, dan kan ik haar ook alle aandacht geven. Ja, dus de keuzes die je maakt zijn voor jou ook echt als voorbeeldfunctie? Nou ja, juist meer dat ik denk van, het maakt me niet zo heel erg veel uit wat andere mensen ervan vinden, maar dit past bij mij op dit moment in mijn leven. En misschien denk ik daar over 5 jaar weer heel anders over. En als ze op de basisschool zit, zeg ik wel van, nou weet je, ik ga weer dingen doen waar, en misschien ben ik dan wel 5 dagen in de week aan het werk. Maar dan is de situatie ook weer heel erg anders. Dus en daarom vind ik die quote die je net ook aanhaalde mooi, want het is nooit voor altijd. Ik denk dat je altijd weer nieuwe keuzes kunt maken, maar het gevoel dat je een keuze hebt, vind ik heel erg belangrijk. Want dat is ook als het gaat om moederschap en werk, is het vaak van, ja, maar zo moet het. Het kan niet anders. Ik ben bijvoorbeeld medisch specialist of ik ben arts en ik kan niet minder dan 5 dagen in de week werken, want dat wordt niet geaccepteerd. Terwijl ik denk, ja, er moet 1 de eerste zijn. Als dat is wat het beste voelt voor jou en het beste is voor jou en je gezin, probeer het op zijn minst. Want dan kun je daarna zeggen van, ik heb het geprobeerd en het is niet gelukt. Dan heb je ook geen keuze meer. Of dan heb je de keuze om te stoppen. Maar goed, dat is dan wel weer heel erg definitief. Ja, ja, je zei net dat je dan een keuze maakt op dat wat voor jou van waarde is. En in dat voorbeeld dat je aanhaalt van werk en moederschap combineren, en ik zou misschien wel minder willen werken, maar ik doe het niet. Voor mij is dat typisch zo'n voorbeeld van, hè, ik zie waarde vormen als een soort van bouwblokken die je hebt, houten blokken die je kan stapelen. Soms ligt de ene bovenop, dan weer de andere. En je hebt een soort van probleem als die twee clashen met elkaar, als die waarden in het geding zijn in een bepaalde keuze die je maakt. En in het voorbeeld van werken versus minder werken, of veel werken versus minder werken, geldt typisch dat je, als je kiest voor dat wat je werkgever wil,
namelijk heel vaak dat jij blijft werken, zoveel als je altijd deed, dat je dan de waarde van een ander voorop schuift. En dat is ook iets wat ik heel erg zie bij vrouwen en moeders. Niet hun eigen waarde belangrijk genoeg vinden, maar de waarde van een ander. Of hun eigen waarde dus, dat de waarde van een ander belangrijk is. Begrijp niet verkeerd, dat is ook een persoonlijke waarde. Die continu voorop schuiven. En eigenlijk zou het zo mooi zijn als je een shift kan maken. En, een shift van waar naar waar, van de waarde van iemand anders die je opgelegd krijgt, of die je toelaat eigenlijk. En in plaats van dat je daarvan kijkt van, maar wat is nou mijn waarde eigenlijk? En kan ik vanuit daar gaan doen wat ik wil? Exact. En ja, echt in contact komen met, dit is voor mij van belang. En andere dingen zullen daarvoor moeten wijken. Anderen zullen daar op een bepaalde manier voor moeten wijken. En ik denk dat je op die manier echt keuzes kan maken. Als je daar dichtbij blijft van, dit is voor mij van belang. En dat weet en dat voelt en dat kan doorleven. Ja. Ja, ik merk dat bij mezelf ook werkt als ik een bepaalde keuze moet maken. Dat ik denk, wat is voor mij nou echt van ultiem belang in deze situatie? En dan komen weer die blokken, die stapelblokken naar voren. Heel vaak zijn waardes rust of regelmaat. Dat vind ik belangrijke dingen in de opvoeding, in mijn eigen leven. Ik heb dat nodig. Ik gedij beter bij regelmaat dan bij buitensporig leven. Hoewel ik dat soms ook nodig heb. Maar als ik ergens zit en het is heel erg leuk en ik heb het heel erg naar mijn zin, dan is die waarde plezier belangrijker dan dat ik eigenlijk vind dat we om 6:30 moeten eten, want dan ligt het kind op tijd op bed, et cetera. En dan neem ik gerust, heel bewust, nog een extra wijntje. Ja. Of blijf ik wat langer zitten. En dat is ook een bewuste keuze. Ja. Dat je beseft, wat is nou in dit moment, in deze kwestie, belangrijk. Ja. En van waarde. Nou, waar we nu zitten, dat is misschien ook wel leuk om even te vertellen aan de luisteraars. Er liggen hier misschien wel blokken. Geen wijntjes, want we zitten namelijk in de kinderkamer van mijn dochter. Deze podcast op te nemen. We hebben overal nog extra dekbedden opgehangen om het geluid te optimaliseren. We zitten hier in een nieuwe studio met onze hulp, technische hulp en ook een soort van introductie in wat een podcast is en hoe je dat maakt. Yannick, dankjewel dat je er bent. Ik denk dat misschien als je, zodra je ook kinderen krijgt, dat die waarden ook weer heel erg belangrijk worden. En omdat dat, dan ga je er ook weer over nadenken van, maar wat wil ik eigenlijk, wat voor ouder wil ik zijn? Wat voor moeder wil ik zijn? Wat wil ik doorgeven? Misschien ook wel, wat wil ik niet doorgeven van wat ik uit mijn eigen jeugd bijvoorbeeld heb meegekregen of uit mijn eigen ervaringen. Want dat is ook wel iets waar ik heel erg mee bezig ben. Dat milieubewustheid is echt iets wat mij letterlijk met de paplepel is ingegoten. En daar sta ik nog steeds heel erg achter. Maar wat veel meer ook van mij voelt, is duurzaamheid in brede zin. Dus niet alleen zeg maar de dieren en de planten, maar ook veel meer wij als mens. Dus hoe zorg je ervoor dat je duurzaam kunt leven en meer soort in overeenstemming met de wereld om je heen. Maar ook duurzaam met je eigen energie omgaan. Dat je weet waar je energie van krijgt of waar je te veel energie aan geeft. En balans, dat is ook alweer zo'n soort modewoord, maar dat hoort er vaak dan wel weer bij. Dus dat je daarin ook je eigen balans iedere keer weer zoekt en vindt. En de ene keer is dat inderdaad wel door gewoon lekker wat te drinken en de volgende dag, nou, maar wel met een glimlach, zeg maar met hoofdpijn, vroeg op te staan. Omdat je weet van, ja, maar het was gisteren zo leuk, dus dit is helemaal oké. Okay. Dit accepteer ik, zeg maar, omdat ik zelf die keuze heb gemaakt. Wat misschien heel anders was toen je misschien 20 was en er niet zo bewust mee bezig was en in de kroeg stond en het maar deed omdat andere mensen het ook deden. En dan baalde je misschien wel de volgende ochtend. Ja. En wat zijn voor jou dan die bouwblokken waar je het over had? Wat zijn jouw waarden of kernwaarden? Ja, ik maak best wel een duidelijk onderscheid altijd tussen waarden en kernwaarden. Hoe jij nu duurzaamheid aanhaalt, dat is voor mij typisch een kernwaarde. En dat is eigenlijk het fundament waarop je die houten blokken bouwt.
En die houten blokken, die kan je stapelen, die kan je schuiven, die kan je opbouwen, die kan je afbouwen. Maar ik denk dat als je heel diep voelt of diep contact met jezelf kan maken, dat je voelt dat er een soort van fundamentele kernwaarde ligt die eigenlijk een rode lijn kan spelen in je hele leven. En ook die kan wellicht wel weer veranderen. Ik denk niet dat er heel veel vaststaat in het leven, maar nou ja, dat als je er echt niet uitkomt, waar je dan waar je op terug kan vallen. En voor mij is dat liefde. En ik heb daar mee gespeeld en ontdekt en oefeningen in gedaan. En moet ik tissues pakken? Of nou, nee hoor, dit gaat tranen. Nog goed. Dit gaat zonder tranen. Nee, want ik kwam er juist achter dat ik dacht, jeetje, wat een afgezaagde kernwaarde. Liefde. ja. Maar daar komt het wel op neer, omdat het zo, zo breed is. En of het nou gaat om liefde voor mezelf, of liefde voor de wereld, het milieu, liefde voor mijn partner. Handelen vanuit liefde. De vraag, hoe genereer ik in deze situatie het meeste liefde? Dan kom je op een soort wikken en wegen. Ik ben nu heel erg bezig geweest met het wel of niet naar de opvang brengen van mijn kindje. En hij heeft een hele lieve gastmoeder. Spoiler alert, de keuze is gemaakt. Hij gaat naar de opvang toe. Maar mijn vraag was echt, kan ik hem nog genoeg liefde geven als ik hem wegbreng, als ik hem wegdoe? Ik heb heel erg met die vraag gezeten. En wat betekent dit nou voor mij? En uiteindelijk besloot ik wel dat als ik kan doen, als ik liefde kan hebben voor mijzelf. En dus ook voor mijn zelfontwikkeling en ontplooiing. En tot bloei kunnen komen, kunnen groeien en bloeien als mens naast moeder zijn. En die voorbeeldfunctie ook kan hebben naar hem. Dat je voor jezelf mag zorgen, dat je mag doen waarvan je groeit en waarvan je bloeit. Dat ik dan uiteindelijk het meeste liefde genereer. Meer dan als ik thuis zit. En het misschien soms niet trek. Of zwanger met bekkenpijn achter een peuter aan moet rennen. En daar gewoon niet zo heel veel zin in heb. Dat was uiteindelijk mijn afweging. Dat neemt niet weg dat ik natuurlijk ook heel bewust op zoek ben gegaan naar welke gastmoeder geeft dan alsnog het meeste liefde naar mijn zoontje en waar zit het fijnst. Het is niet de keuze, dan ga ik werken, dan maakt de volgende stap niet uit. Er zitten nog heel veel keuzes aan. En daarbij moet ik zeggen, werken is natuurlijk heel fijn voor mij en voor mezelf ontplooiing. Maar wij eten geen lucht thuis en wij wonen niet in een luchtkasteel. En wij moeten toch geld hebben. En dat betekent ook gewoon dat ik ook moet werken. Want naast dat er sommige dingen keuzes zijn, zijn er ook dingen die moeten in het leven. Ja. Maar wat ik interessant vind is om op zoek te gaan dan naar die bewegingsruimte in dat moeten. En als ik dan toch moet werken, hoe kan ik dan mijn werk invullen zodat ik zelf daarvan ontwikkel en blij ben. Ja. Wat ik ook mooi vond aan wat je net zei over die rode lijn eigenlijk. En dat deed bij mij meteen weer een belletje rinkelen, namelijk naar een van de dingen die ik super belangrijk vind. En dat is verbinding. Op allerlei verschillende manieren. Verbinding met mezelf, verbinding met anderen, verbinding met de wereld, misschien nog wel verder dan de wereld. Omdat ik ook denk dat als je in contact staat met datgene wat je voelt en wat je wel wil, wat je niet wil. Dat je ook vanuit daar weer de beste keuzes in ieder geval op dat moment kunt maken. En hoe kom je dan in contact met jezelf? Hoe doe je dat? Ik denk sowieso dat wel echt een proces is geweest. Dat het ook altijd wel aandacht vraagt. Dat als ik een beetje op de automatische piloot doorgaan, dan verdwijnt soms een beetje die verbinding. Dus voor mij helpt tijd en rust. En yoga is voor mij heel erg belangrijk daarin. Om ook
door het voelen van mijn lijf en het bewegen en het ademen, dat ik daarmee ook weer voel van, oh ja, dit ben ik. Hier gaat het om. En vanuit daar ook weer te geven. Want dan is het veel makkelijker. En dan gaan dingen ook weer stromen. Maar ook om te weten van, ja, we kennen elkaar nu een half jaar. Maar het was meteen duidelijk van, oh, we hebben wel echt een soort verbinding met elkaar. En dat heb je niet... Tissues? Met... ja, ja, zo. Even een snik. Maar dat heb je niet met iedereen. Nee. Maar dat kun je wel meteen voelen. En ook daar dan iets mee doen. Maar tegelijkertijd ook bijvoorbeeld op hele andere vlakken. Dat ik het super leuk vind om weer andere mensen met elkaar in verbinding te brengen. Dat als ik iets hoor en ik van, oh, je zou eigenlijk eens met die moeten gaan praten. Of ook omdat ik denk dat dat fijn is voor die mensen. Maar dat dat ook weer nieuwe dingen tot stand gaat brengen. Die de wereld weer een beetje mooier maken. Dus ja, en dat die slogan uit onze jeugd van een beter milieu begint bij jezelf. Ik denk dat daar nog steeds heel veel waarheid ook in zit. Dat in hele kleine dingen zelf doen, ja, dat je in ieder geval het begin maakt. En dat het ook goed voelt voor mezelf. Het voelt goed als ik mijn afval scheid. En dan kan ik wel heel boos zijn op grote bedrijven die dat allemaal niet doen. Maar ik doe het in ieder geval wel. Dus voor mezelf doe ik wat ik kan. En ik denk dat dat ook wel iets is wat ik heel graag mee wil geven. Ook aan mijn dochter in mijn opvoeding. Van ja, maar het is ook belangrijk om naar de buitenwereld te kijken. Maar kijk ook vooral naar wat je wel kunt doen. En welke keuzes je daarin kunt maken. Dus ook met eten. Ja, wij eten bijvoorbeeld grotendeels biologisch. Natuurlijk ook ja, een hele bewuste keuze. Maar daar moet je ook maar weer het geld voor hebben. Want dat is ook weer duurder dan gewoon eten. Maar voor ons vinden we dat belangrijker dan dat we bijvoorbeeld uit eten gaan. Dus wij kiezen heel bewust daarvoor. Ja, en zo zijn er denk ik veel meer dingen die je dan weer tegen elkaar kunt afwegen. Van wat vind je nou echt het allerbelangrijkste? En misschien doe je dat dan niet altijd. Want altijd is ook altijd maar zo'n... Ja, dat kan ook eigenlijk niet. Want anders dan ben je ook geen mens meer, weet je wel. Als je het heel rigide gaat doen. Maar wel ja. Dat het je intentie ook is om dat te doen. Dat is ook ja. Wel een hele mooie. Dat het je intentie is om het voor jou goede te doen. En dat je streven is. Ik geloof ook wel dat dat echt in de mens zit. Dat je... dat achter elke keuze die je maakt, of handeling, of het gedrag dat je laat zien, eigenlijk altijd wel een goede intentie zit. Komt er soms misschien een beetje rottig uit, waardoor je ruzie krijgt met mensen, of mensen je niet begrijpen. Maar het is interessant om te onderzoeken, ook als je in de knel zit, welke goede intentie lag hier eigenlijk achter. Ik merk bij mezelf bijvoorbeeld dat als ik overwhelmed ben en moe, dat ik heel snel op de bank blijf liggen, een beetje lethargisch word met een reep chocola en Netflix. En dat ik me daar eigenlijk niet beter bij voel. Omdat ik weet dat waar ik me wel beter bij voel is yoga, meditatie, een wandeling, een massage, een lang bad, noem maar op. Een wijntje, nu niet, maar straks weer. Ja, fijn. maar als ik dan onderzoek, waarom ben ik op die bank gaan liggen? Ja, dat is vanuit zelfzorg. Ik wil voor mezelf zorgen. Dus mijn intentie was goed. Ik heb alleen het verkeerde middel gekozen. Ja. En het moment dat je dat kan zien, kan je ook minder streng worden naar jezelf. Ja. En nou ja, ook meer liefde hebben of verbinding hebben met jezelf. Ja, en ik denk dat ook dat strengheid, dat is iets, en ook vooral heel hard zijn voor jezelf. Dat is iets wat ik ook wel heel veel om me heen zie. Dat vrouwen dan in de yogales zitten en dan vertellen ze verhalen van wat ze allemaal nog hebben gedaan. En vaak in diezelfde periode gaan ze nog verhuizen en gebeuren er nog allerlei andere dingen. En ja, dat het vaak ten koste gaat van henzelf. En ja, dat ze zo hard vinden van ik moet dit nog allemaal kunnen. En ik ben niet ziek, ik ben zwanger en dit moet allemaal nog. Terwijl ik denk van joh, weet je maakt een heel mens. Take it easy. Doe lekker rustig aan en doe wat je kan. En dat is ook vaak al zoveel. Want ik denk dat er veel van ons verwacht wordt en veel van ons geëist wordt. Maar we zijn het hardst voor onszelf. Want als je zo'n soortgelijk verhaal waarschijnlijk van een goede vriendin zou horen, dan zou die ook het advies geven van joh, ga lekker zitten, neem een kopje thee. Doe even rustig aan, neem even een pas op de plaats. En ja,
En ik denk ook in die hele fase zijn er zoveel keuzes die gemaakt moeten worden. Ook als het gaat om geboorte. Van waar wil je bijvoorbeeld je de bevalling laten plaatsvinden. En dan, dat brengt me eigenlijk ook weer op een heel ander thema. En dat is angst. Want ik denk dat we ook vaak keuzes baseren op angst. En ik denk dat als dat iets is wat je bij jezelf gaat voelen en gaat inzien, dat dat ook weer helpt om dan een bewuste keuze te maken. Want soms is het denk ik oké om een keuze te maken op basis van angst, als je daar op dat moment niks mee kunt. En dat het heel belangrijk is dat je je misschien ook soms veilig voelt. Maar het is ook heel mooi, denk ik, om te zien van, hey, ik denk nu dat ik zo en zo zou willen bevallen. Maar eigenlijk is er nog wel ergens een stemmetje die zegt van, ja, maar het kan misschien ook wel anders. En dat het dan vaak de angst is die dan het hardste schreeuwt. Ja, en dat is dan de angst om vreemd te zijn, om jezelf uit te spreken, tegen het raads te zijn of iets te doen wat niemand anders gedaan heeft. Maar ook om te falen, om het verkeerd te doen. Maar ook angst om het denk ik niet te kunnen. Ja. Bijvoorbeeld van, en ook soms angst van anderen. Ik hoor soms ook verhalen dat vrouwen zeggen, ik wil in het ziekenhuis bevallen. En dan heb je een gesprek en dan is van, ja, maar eigenlijk vindt mijn vriend het heel spannend en heel eng. En daarom ga ik naar het ziekenhuis. Ja, als ik zelf zou mogen beslissen, dan zou ik het thuis willen doen. Maar je mag zelf beslissen. Nou ja, dat is dan ook mijn reactie. En ik denk van, vaak is dat soort angst ook heel erg gebaseerd op dingen niet weten. Ja. En dan gaat het er weer om, kun je de juiste informatie verzamelen en dan nog een keer die keuze maken. En misschien komt exact dezelfde keuze eruit, maar dan is het wel in mijn ogen weer een bewuste keuze en niet op basis van angst. Maar denk je van, ik denk dat ik me daar het prettigst voel. Ja, uiteindelijk, ook al zou het niet mijn eerste keuze zijn, gezien de hele omstandigheden, alles meegenomen. Ik noem het altijd eigenlijk de hele ecologie, dus jezelf, je omgeving, alle andere factoren die meespelen. Dan voel ik mij het fijnst in het ziekenhuis. Want je bent natuurlijk nooit een eiland, ook niet in de keuzes die je maakt. Elke keuze die je maakt beïnvloedt iets anders of iemand anders. Ja. En dat is ook niet erg, maar wel goed om van bewust te zijn, denk ik. Ik merk zelf dat, dat er ook een schuldgevoel kan zijn bij keuzes die ik heb gemaakt. Zeker nu tijdens mijn tweede zwangerschap, dat ik denk, oh, als ik dit nou had geweten, of nu mijn ervaring wat dan? Leert me nu. Kun je een voorbeeld noemen? Nou, bijvoorbeeld vervelend het voor mijn babytje was om hem in te bakeren. Dat ik dat toch wel eens gedaan heb. En dat ik dat nu gewoon, ik ga het niet eens meer proberen, want niet past niet bij me. Bijvoorbeeld het gebruik van natuurlijke stoffen, dat vind ik heel erg prettig. Terwijl mijn eerste kindje nog onder een synthetisch dekentje lag, omdat ik dat niet wist. En ik wist niet dat hij daarvan ging zweten. En ik wist niet dat ik dat niet vervelend vond. Maar dat ik dan toch kan denken, en ik kan heel blij zijn. Nu kan ik de juiste keuzes maken. Maar er speelt ook een soort oordeel met me mee. Hè? Of met, er speelt ook een oordeel naar mezelf toe. Je had dat moeten weten. Je had dat bewuster moeten doen. Je had je meer moeten inlezen. Terwijl je dat waarschijnlijk al zoveel hebt gedaan. En natuurlijk kan ik dat rationaliseren. Maar dat is zo'n knagend, kritisch stemmetje. Ja. Dat ook de kop opspeelt na afloop van keuzes. Of als je het opnieuw kan doen. Shit, had ik het toen maar al anders gedaan. Ja. Maar goed, ik moet ook steeds denken aan, maken we ooit onbewuste keuzes? Ja, ik denk heel veel. En dat is ook, ik vind het ergens ook wel een lastige vraag. Omdat je natuurlijk niet weet welke keuzes je onbewust maakt. Want die maak je gewoon zonder erbij na te denken. Dus ieder moment dat je nadenkt, is het al ergens een bewuste keuze. Maar ik denk wel dat het ook heel erg te maken weer heeft met je opvoeding. Dat als je bepaalde onderwerpen een belangrijke rol bijvoorbeeld speelde. En voor mij was dat dan bijvoorbeeld het milieu. Dat je daar eigenlijk automatisch bewuste keuzes in maakt. Omdat dat een soort focus is. Terwijl er vast ook gebieden zijn geweest waarin er geen focus was geweest. En daar geen bewuste keuzes zijn gemaakt. Of juist andersom. Dat je daar heel bewust
tegen hebt afgezet. Ja, ik heb me nooit wel afgezet. Jij? Sorry, mam. Jij wel? Ja. Ja. Maar goed, daar ook weer van teruggekomen. Ja. Maar ik denk ook dat het niet erg is om onbewuste keuzes te maken. Er zit gewoon een heel groot verschil tussen keuzes die met levensvragen samenhangen. Of keuzes die met echt grote stappen in je leven te maken hebben. En dagelijkse keuzes. Soms gis je even iets uit de kast. En is dat oké? Dat is wel een keuze wat je maakt. Om te eten of om aan te kleden? Om aan te... Nou ja, alles. Nee, om je aan te kleden. En ben je misschien niet bewust hoe je je overkomt in je kleding. Een keuze om wel of niet te gaan tennissen vanavond. Kan ook een onbewuste keuze zijn wat niet heel veel invloed op je heeft. En het zou zo vermoeiend zijn als je bij elke keuze die je maakt... continu moet afwegen, is dit nou van ultiem belang? Verander ik hier de wereld mee? Genereer ik het meeste liefde? Dan kom je nooit meer van de bank. Nee, dan kom je dus nooit meer van de bank. Nee, dus hoe blijf jij in actie? Hè? Dus door zo bewust te blijven, of er zo bewust te zijn, zulke bewuste keuzes te maken, hoe blijf je in actie? Nou ja, ik denk dat routine dan bijvoorbeeld ook heel erg belangrijk is. Dat je gewoon op een gegeven moment maak je keuzes en daar blijf je dan denk ik bij... Totdat je misschien weer nieuwe informatie op je pad komt. Of iemand je iets vertelt. Of dat je denkt van, hey, het past niet meer bij me. Ik moet op zoek naar een andere routine bijvoorbeeld. Ja, en dan is het dus toch ook weer dat idee van, ik mag mijn keuze herzien. Ja. Ik mag mijn mening herzien. Ja. En dan faal ik niet. Dan ben ik niet minder waardig. Dan ben ik niet minder geloofwaardig. Nee. Maar dan ben ik mens. Als je iedere dag dat zou doen, dan misschien wel. Maar... tenminste voor mij, maar dat is ook weer omdat ik... Betrouwbaarheid is ook wel, denk ik, een van mijn kernwaarden. Tuurlijk, je mag altijd weer terugkomen op dat wat je gekozen hebt. Ja. 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 En daarmee wordt het ook misschien minder zwaar. Minder heftig dat hoop om een ik. Keuze te maken. Ja. Ja, want kiezen moet je toch. Ja. Ja. En nu moeten we gaan afsluiten. Ja. Nou ja, een van die keuzes... en daar willen we eigenlijk de volgende podcast aan besteden, is rust. Want rust is zo'n keuze die in ieder geval volgens mij heel erg belangrijk is tijdens je zwangerschap en ook wanneer je jonge ouder bent. Dus daar gaan we de volgende keer over praten. In de tussentijd zijn we heel erg benieuwd wat je vindt van deze eerste podcast. Het is voor ons heel spannend, dus wees een beetje mild met de reacties en de kritieken. We doen ons best. Het was een hele bewuste keuze om deze podcast te maken. En misschien... Te delen. En te delen vooral, ja. En misschien wil jij ook een bewuste keuze maken als luisteraar in het delen van deze podcast. Met, met je vrienden en je mama vrienden of je papa vrienden. Mensen die dit wellicht interessant vinden. Ja, en dan horen we jullie de volgende keer. Deze podcast is tot stand gekomen met behulp van Yannick. Onze super technicus. Echtgeluid.nl. Ja. Even reclame, toch? Nee, ja. Ik wilde zeggen, ook heel nodig bij een podcast, ga naar Echtgeluid.nl. Altijd goed om te eindigen met gelach. Maar we hebben ook nog wel een serieuze boodschap. Want als je namelijk hulp zou willen of wat ondersteuning bij het vinden van jouw eigen kernwaarden, dan kan Nikki je daar heel erg goed bij helpen. Zeker. En je vindt al haar informatie op www.momcircle.nl. En wil je nou meer weten over zwangerschapsyoga of postnatale yoga, dan kun je mij vinden via zwangeropjewerk.nl. En tot slot, we hebben nog een heel mooi muziekje en dat is van Quinten Keizer. Tot de volgende keer. Ja, heel leuk toch?